We hebben heel veel onderzoek gedaan naar voorbeelden in publieke ruimte. Een aansprekend voorbeeld is natuurlijk de slimme lantaarnpaal, die heel veel meer doet dan de straat verlichten, maar ook continu data verzamelt. Die kunnen heel goed gebruikt worden om de stad bijvoorbeeld bereikbaarder te maken. Ja, dat kunnen ook hele persoonlijke data zijn die op andere manieren worden ingezet. En een aantal gemeenten is daarmee bezig, van ja, van wie zijn die data nu, wie mag ze gebruiken? Zijn ze van de burger over wie ze zijn verzameld? Zijn ze van de gemeente? En op welke manier zorgen we dat we ze wel kunnen gebruiken voor dingen als de bereikbaarheid, maar dat we ook beschermen wat te persoonlijk is van die burger? We hebben heel veel gekeken naar digitale democratie. Dus in principe maakt digitalisering het mogelijk dat wij als burgers ook veel meer betrokken worden bij besluitvorming. Veel vaker dan eens in de 4 jaar naar de stembus te gaan. Online debatten kunnen volgen, maar ook onze mening kunnen geven. En dan niet alleen ja of nee kunnen zeggen op een bepaald besluit, maar misschien ook wel argumenten kunnen aandragen voor een bepaald besluit. Dus in principe maakt die digitalisering juist een wederzijds contact tussen burgers en overheid mogelijk. Maar er is ook een ongelijkheid. Eén, is niet elke burger in staat om voortdurend maar alles te volgen, overal aan mee te doen. Dus daar zul je altijd rekening mee houden dat je ook nog op andere manieren die burgers moet betrekken. En aan de andere kant weet de overheid toch heel veel over ons waarvan wij het niet weten. Dus daar zal gewoon transparantie over moeten zijn. Wij zeggen de lokale bestuurders zijn de echte innovators, omdat innovatie niet ophoudt bij het ontwikkelen van een techniek, maar het gaat echt over het inbedden daarvan in de samenleving. En het is aan de ene kant een constatering, daarvoor heb je die lokale bestuurders nodig, het politieke en het ambtelijke, omdat er beslissingen genomen moeten worden over hoe we die technieken willen inbedden. En daar zijn zij voor aan zet. Maar het is ook een oproep van bestuurders, kijk niet weg, want we hebben het als samenleving ook nodig dat jullie je interesseren voor die technologieën en er ook zorgvuldig mee omgaan, zodat we ervan kunnen profiteren. Dus wij hebben het vaak over technologisch burgerschap. Zorg dat burgers toegerust zijn voor deze tijd. Maar het mag nooit alleen de taak van een burger zijn om zich elke nieuwe techniek maar weer eigen te maken. Dus die informatie-samenleving emancipeert, maar er is ook wat nodig om je daarin te kunnen bewegen.